In de nieuwe kiesregeling zullen personen die zich kandidaat stellen om tot lid van de Nationale Assemblée in de Republiek Suriname verkozen te worden, moeten wonen en hun hoofd- of werkelijke verblijf al daar hebben en wel gedurende 2 jaar voorafgaand aan de verkiezingen. Dit benadrukt de VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de grondwet en kiesregeling. Dit is een kleine aanpassing in artikel 61 van de grondwet lid 2. Deze regeling gold eerder per district. Echter wordt in de nieuwe kiesregeling geen kandidaat meer gekozen per district. Dat houdt in dat vroeger hadden we deze regeling voor de personen dan in de districten waar ze verkozen worden. Nu praten we over Suriname, Republiek Suriname, dat dan meegenomen wordt. NDP-parlementariër Ebu Jones haalde aan dat de aanpassing in lid 2 van artikel 61 van de grondwet voor problemen kan zorgen bij de komende verkiezingen. En waarom zeg ik dat? 2 jaar zou zijn, mei 2023. Als de wet wordt afgekondigd, een dag daarna gaat het in werking. Dus vanaf dat moment is hij geldig. Dus dat betekent vanaf dat moment moet je 2 jaren tellen. Dat betekent dat we in gedrang komen. Dus we moeten daarna gaan kijken, doen we dat niet, dan voldoe je niet daaraan. Dat is 1. 2. Als we kijken naar artikel 9 van je kiesregeling, hebben we gezien dat men gezegd heeft, niet alleen dat je Surinamer moet zijn, niet alleen dat je 2 jaar in je district moet hebben gewoond, of in Suriname je werkelijke woon- en verblijfplaats moet hebben, maar ze koppelen daaraan 2 jaar Surinamerschap. Dat kan niet, voorzitter, omdat je grondwet verbiedt discriminatie onder Surinamers. Als je nou een dag Surinamer bent, als je nou een jaar Surinamer bent, je hebt dezelfde rechten het moment je Surinamer bent. Dat betekent, ik begrijp de reden waarom men dat zegt, maar dat wordt al gekofferd met je 2 jaar onafgebroken vooraf de verkiezing je woon- en werkelijke verblijfplaats in Suriname hebben. Jones vindt dat er geen discriminatie moet zijn in de kiesregeling. Volgens hem moet de eis dat de kandidaat 2 jaar Surinamer moet zijn eruit gegooid worden.